Liefhebbers van de BNB, ja, we moeten eventjes bijpraten natuurlijk. Die Petri, die Sukhuis, ja. Oh, wat worden we nou weer verwend? Wat is dat een vervelend jaar, zeg. Maar 2.0 hoor. En die babbelaar, Hans, nou, die moet zo dankbaar zijn dat hij hier aan ontsnapt is. Oh, wat een ergernis, zeg. En nog erger, vrienden. Ja, we gaan ons advocaatje, leef je nog? Die gaan we waarschijnlijk kwijtraken. Ja, heb je gehoord? Hoedje ziet hem helemaal niet zitten. En dus, ja, dat is jammer, want ja, wij hoopten natuurlijk met z'n allen dat advocaatje leef je nog even lekker even door zou gaan. He, want wij zien al, met elkaar zien wij dan al bijvoorbeeld, dat had dan gebeurd, een ruzie aankomen tussen die nieuwe, die Ed. Ja, dat is trouwens de broer van die Harm Jan, van weet je nog, van Jodel AIT 2. Weet je hem nog, Harm, ja die. Nou, dat is helemaal zijn broer. Dus dit is, zeg maar, die Ed is Harm Jan 2. Dus Harm Jan 2, nou, die zou waarschijnlijk enorme ruzie hebben gehad. Ja, dat weten we wel zeker. Met advocaatje leef je nog. Het wordt ons helaas onthouden, vrienden, door Hoedje die hem gaat wegsturen. Nou ja, goed. Maar dan komen we in Spanje terecht. Bij die Joy of zo. Nou, dat is maar ook een halve gare eerste klas, zeg. Dit, wat daar allemaal gebeurt. Daar, in dat Spanje. Die denken met z'n allen van, wacht even, wat ze daar kunnen bij Jomanda en die zweefclub in Frankrijk. Hè, met die Walter. Dat kunnen wij veel beter. En die proberen ze enorm te verslaan. Nou, en vrienden, het ziet er nou uit dat dat misschien nog wel gaat lukken ook. Want als je zoveel onzin bij elkaar kan kakelen en leuteren. Nou, want er zit zo'n meisje, zo'n Babette. En die vertelt dan gewoon met droge ogen van ja, ik ben een jaar celibatair geweest. Want ik wilde dus even een jaar lang niks met een man hebben of wat dan ook. Geen seks, nou ja, die. Dat doen alleen nonnen. Vrienden, ja. En daarom noem ik haar vanaf nu even de non. En de non, die zou op haar leeftijd, zou ze een jaar verschrikkelijk moeten doen de hele tijd. Nee, die ging even een jaartje. Want, en let op, daar komt hij. Zij ging verbinding maken met haar lichaam. Dus die heeft de hele tijd zitten bellen. Waarschijnlijk. Hallo, spreek ik met mijn lichaam? Ja, heb ik verbinding? Ja, hallo. Tweet. Ik zie ze weer zitten in zijn vogelkootje. Tweet. Ja, knettergek. En dan ging ze verbinding maken met haar lichaam. Om haar ademhaling in de gaten te houden. Ja, dat ging ze doen. En dan kon ze weer rust krijgen met zichzelf. Nou ja, hey. Vrienden, ja, wij en ik, we kunnen ze gewoon niet verzinnen. Ja, en ze houden onderling ook een wedstrijdje in gekkigheid. Want dan heb je een of andere, die is dan een shit-influencer. Die mevrouw, mevrouwtje Poep. En mevrouwtje Poep, die heeft het dan over creativiteit en constipatie. Nou, hey. Sta daar nou eens even bij stil, vrienden. Ja. Ja, en daar staat je verstand inderdaad helemaal bij stil. Maar de allerbeste is die Joy. Ja, die denkt, ik ga die Jomanda pakken. Ja, die Walter. En die kwam met de allerbeste. Die had het over de creatieve energie. En het was niet goed voor de man. Ja, om te vaak klaar te komen. Ja, want dat zou, let op hè, daar komt-ie, de motivatie wegnemen. Vrienden, ik word daar zo blij van. Ja, net als de zweefclub, die zijn ook altijd zo blij. Blij. Nou, ik word daar ook blij van en jullie worden er ook blij van. Blijf genieten.